die is irritant. Oh. Dan ontplofte die. Nee, nee, nee. Oké. Neem je al op. Neem je al op. Ja. Kut. Hey boys, ze zijn aangekomen in de stad. No way. Jullie echt ongelooflijk, kom. Echt. Waar zijn we dan? Weet ik veel, graag waar we zijn. Ah, boys, nou in ieder geval, we zijn op CXMT. En ja. De nieuwe server. De nieuwe map. AK, het, ja, hoe noem je het? Het oude project van Dani, I guess. Wat we voorzetten, de map. Zo, is dat wel vast in de keel. Was dat in je keel? Iets zat vast in de keel, bro. Eten. Oh, sorry. Oké, nou, in ieder geval laten we even naar de map vliegen. Jullie hebben een sneak peek dit stukje gezien al. Vanaf volgens mij, vanaf een boom zagen jullie een klein screenshotje naar dit strand en daarachter. Ja, we willen een beetje de map rondleiden aan jullie. Dus ja. Nou, Luc gaat even het eerste stukje uitleggen van de map. Van de map? De bedoeling van de server. Ja, Oké, ik ga de bedoeling van de server eigenlijk uitleggen. Wat ons plan met de server is. En ondertussen leiden we jullie een beetje door de stad heen. Als het lopen gaat wel stromen. Nee, maar wat de bedoeling van onze server is. Kijk, jullie weten de vorige server. Astro MT van Paulus, zeg maar. Ja, dat was ook gewoon normale Mytopia. Er zaten inderdaad leuke dingen in. Leuke features en zo. Maar ja, alles kan natuurlijk beter. En ons doel van deze server is gewoon zoveel mogelijk automatiseren en focussen op roleplay binnen de game. Dus staatsbedrijven zoals bank, KVK en inkoop worden geautomatiseerd. Dus dit gaat gewoon allemaal via KVK-systemen. Je gaat medewerkers, dus prefixes, toe kunnen voegen via een KVK-systeem, via een NPC. Alles gaat dus automatisch, waardoor wij gewoon meer kunnen focussen op updates binnen de server, roleplay binnen de server. En natuurlijk, misschien dat jullie dat al weten, er is natuurlijk ook een hele grote wildernis waar ook heel veel updates in komen. En en we willen gewoon zoveel mogelijk grinding mogelijkheden. Op dit moment hebben we alleen nog mijnen en vissen, maar er komen nog leuke dingen aan wat ik jullie nog niet ga vertellen. In de vorige video hebben jullie de machines ook gezien, de drugsmachines en de wiet en zo. Nou, misschien komen er nog andere soorten drugsmachines, maar we willen bijvoorbeeld ook doen dat je in het havengebied of in het criminele gedeelte heb je fabrieken. In het havengebied heb je ook nog loodsen, daar ga je waarschijnlijk gewoon legale machines neer kunnen zetten waarmee je bijvoorbeeld... food kunt maken. Brood of friet of wat dan ook. En dan kan jij daarmee weer bijvoorbeeld de stok aanvullen van de inkoop. Waardoor het zo, zeg maar, heet het vol loopt. Maar jongens, dit is geen OPMT voor de mensen die het afvragen. Dit is echt een normale game mode. Dit is eigenlijk, je kan het niet eens met Mytopia noemen. Het heet op dit moment Mytopia, maar we zijn nog niet eens zeker of we het Mytopia blijven noemen. Misschien gaan we het aanpassen. Maar natuurlijk heeft het wel een beetje hetzelfde concept. Alleen het is op dit moment zo custom dat het eigenlijk ons eigen game aan het worden is. Want we gebruiken als voorbeeld, elke VKMT gebruikt SDB. Wij hebben een custom core. Nou, alles binnen onze server is eigenlijk custom op dit moment. We hebben geen plugins van internet of zo. Alles wat we hebben is custom. Ook de pack gaat volledig custom zijn. De models van de auto's gaan volledig custom zijn. We gaan niks van andere servers pakken. En ook bijvoorbeeld setjes in-game die in-game komen, die gaan we ook gewoon allemaal custom modelen. Texturen bedoel ik daarmee. Hey, Dani. Ja man, dus het wordt echt heel ziek, boys. Direct Chinees. Ja, vergeet ook sowieso niet altijd Discord te chatten. Wat zeg je mijn naam? Nou, in ieder geval jongens, sowieso vergeet niet de Discord te joinen, want we zijn nu op 370 members en we proberen zo snel mogelijk de 400 aan te tikken. Ja, en bij de 400 members ook een hele dikke giveaway komt eraan, dus zeker joinen. En het zal ook niet meer heel lang duren voordat de server open gaat, dus geen stress. De server gaat sowieso open, maakt niet uit hoe lang het duurt, maar het gaat sowieso open en het... Ai.
We zijn nu in het welbekende havengebied. Hiernaast ligt eigenlijk ook het criminele sector. Maar goed, havengebied vind ik ook wel een beetje crimineel. Aangezien in Rotterdam ook van alles wordt gepusht. Dat gaan we hier ook realiseren. Buiten het feit dat je legale en illegale jobs kan doen in deze stad, om het even zo te zeggen, zijn er ook gewoon events die we gaan doen. Eén daarvan is wekelijks raceteams laten racen tegen elkaar. Dus nou kan je leuke prijzen winnen. En een en al gezeik en gezelligheid natuurlijk, lekker racen. Ja, ja. En natuurlijk niet alleen. Ja. Er komen nog veel meer events, weet je. Het is gewoon niet dat we van die sumo-events gaan doen wat overal gebeurt. Er komen gewoon uitgebreide events. Ook bijvoorbeeld met zoektochten, maar dan niet gewoon standaard dat je een staflid moet zoeken. Maar gewoon dat je echt gewoon allemaal heads moet gaan zoeken in de map. En dat dan ook bijvoorbeeld door een plugin werkt. Ja. En wat we bijvoorbeeld ook gaan doen is een quest in-game. Dat je gewoon elke dag een battle pass bijvoorbeeld kan afwerken. Dus elke dag een nieuwe quest krijgt. Voor de mensen ook gratis, niet per se premium. Dus ook gewoon voor mensen die geen geld uit willen geven. Dat ze ook gewoon dingen te doen hebben natuurlijk. Dat moet gewoon. Ja, en voor de mensen die sowieso weten. Voor de mensen van CEOX, multi-events waren altijd het hard. En voor de mensen van Astro, jullie weten, mijn events waren ook altijd hard. Dus Multi en ik gaan zieke events neerzetten. En dat is op dit moment kaas. Dat komt wel goed, weet je. Het weekend is sowieso altijd een gezellige boel met events. Ja, en door de week lukt net aan kaarten over die... wat is het? Battle Pass / Quest shit. Ja, gewoon dagelijkse quest, zodat je wel gewoon altijd iets te doen hebt. Oké, nee boys. Dat was eigenlijk een beetje de video. Het is bijna zover. Server gaat bijna open. Vergeet niet de Discord te joinen. Zet het IP alvast tussen al je servertjes tussen. Zet hem natuurlijk bovenaan. En dan checken we jullie snel, man. Komt goed. Lata! Yeah. Lata.